Nou, ik denk, Annemiek, dat jij iets bij je hebt wat je kan laten zien. Een virus is eigenlijk als we die, die kan je niet met het blote oog zien. Een virus is zo klein dat als die op tafel zou liggen, dan kan je het niet zien. En zelfs met een gewone microscoop kan je het virus niet zien. Maar als je nou met een hele speciale, supersterke elektronenmicroscoop uh, kijkt, dan zien we dat virussen over het algemeen kleine bolletjes zijn. En dit virus, het uh, coronavirus, dat ziet er ook uit als een bolletje. En corona betekent kroon. En als je nou heel veel fantasie hebt, dan is een kroon die heeft altijd zo van die prachtige piekjes. En dan kan je dit, kan je je voorstellen dat dat een beetje op een kroontje lijkt. Moet je heel veel fantasie hebben. En uh, een coronavirus, daar heeft uh, iemand. Uh, de vriend van iemand bij ons op het laboratorium, die heeft een 3D-printer en die heeft dat eigenlijk een beetje nagemaakt en dat ziet er dan een beetje zo uit, als een klein bolletje met uitsteeksels, die er een beetje uitziet als een kroontje.